Hallo allemaal, ik ben Lissy en welkom bij Lissy Vraagt Door. Jullie weten dat het een coronavirus er is en dat er gesprekken zijn op tv en dat er geen mensen buiten zijn, alles dicht is, dat we thuis moeten blijven. En van alles gewoon. Dat we ook geen uitjes kunnen doen. Helaas. We moeten dan wachten dat het wel weer kan. Dagbestedingen die dicht zijn. Maar ik heb een interview opgenomen met een bewoner die hier woont. Daar kom ik. Zo. Dit is een van de appartementen van een van de medebewoners die ik ga filmen. En daar is die Michiel. Hallo, een troep hier. En Michiel en ik hebben wel meestal de meeste lol. Ja, toch? Het is altijd heel gezellig bij ons. Hoi, ja. Hallo. En ik ga even wat vragen stellen. Vraag nummer 1. Heb je een dagplanning? Of dagbesteding? Ik heb een dagplanning. Planning. Ik heb geen dagbesteding. En wat voor planning heb je dan? Of nou, mag ik weten? Ja, hoor. Ja, dat mag je weten. Ja hoor. Dan kan je inbellen. Oké, komt-ie. Ik zet wel elke ochtend een wekker. Oké, okay. Heb je wel een ritme? Ja. Ik zorg dat ik mijn ritme hou. Ik zet hem altijd om 7:30. En dan ga ik lekker douchen en aankleden. En de begeleiding komt dan om 8:30 en dan even lekker kletsen. En dan, ondertussen ontbijt ik nog een beetje. Ja. En ik probeer minimaal elke dag 1/2 uurtje te wandelen. En lekker. Verder kijk ik lekker een filmpje of ik kijk een serie. Ja. Heerlijk. Ja. Vraag nummer 2. Heb je tips voor andere mensen die nu het moeilijk vinden om door hun dag te komen? Mijn eerste tip, nummer 1, ja. Mijn eerste tip is, doe het rustig aan. En je moet eigenlijk heel weinig plannen. Plannen lukt nu niet. Dus je moet gewoon, dan sta je op 's morgens. En dan ga je op de dag zelf ga je nadenken van, ja, waar heb ik zin in vandaag, weet je? En ik doe iets doms. Ik sta zo, dus eigenlijk moet ik... Oh. Afstand. Oh ja, 1,5 meter. 1,5 meter. Dus, wat? Vraag nummer 3. Wie wil je een hart onder de ring steken? Dat je niet bij de persoon hoeft te zijn, via een kaart of WhatsApp of iets anders. Mijn neef wil ik heel graag een hart onder de riem steken. Want die kan ik nu eventjes niet zien. Hij woont in Zeeland, dat is een heel end weg. Oh ja. Ja. En verder wil ik jou ook een hart onder de riem steken. Oh. Gewoon om elkaar te steunen. Ja. Dat is nou leuk. Ja. Lief om te weten. Dankjewel, Regina. Ja, graag gedaan. Vraag nummer 4 is, weet je wat een coronavirus is? Of? Ik weet dat je heel goed je handen moet wassen en dat het wel heel erg besmettelijk is. En weet je ook meer of... ik heb ook iets staan, of wil je dat ook weten? Ik wil wel weten. Dan ga ik even vertellen wat het is. Vertel. Coronavirus zorgt over het algemeen voor klachten. Het slaat op luchtwegen. Je krijgt het benauwd. Je kunt kort krijgen en gaat... Hoesten en niezen, de meeste mensen hebben geen lang last van klachten. Nou, ik vind het wel heftig, want het zijn wel
het zijn wel heftige dingen. Ja. Maar ik vind het dan wel heel fijn dat er ook staat dat er niet zo... dat er ook veel mensen zijn die weinig klachten hebben. Dat vind ik ook wel fijn. Nummer 5. Oké. Okay. Wat vind je ervan dat bijna alles dicht is? Zoals bioscopen, concerten, restaurants enzovoort. Nou, dat vind ik wel heel erg jammer. Want ik vind het wel leuk om naar de bioscoop te gaan. En ergens lekker te gaan eten. En, ja. Maar ik vind het ook wel... heel relaxed op straat. Oh ja, er zijn wel, wel mensen die aan de hardlopen zijn, maar verder niet, niet echt. Nee, het is heel rustig op straat. En dat vind ik wel fijn. Ja, dan gaan we naar de vraag. Wat meet je de meest door de virus? Wat ik het meeste mis? Oh, wat een goede vraag is dat. Ja, wat mis ik het allermeeste? Ik denk ergens lekker op een terrasje zitten en dan wat te drinken met vrienden. Oh ja. Of met familie. Ja, dat mis ik het meeste. Wie wil je nog even de groeten doen die aan het kijken zijn? Of via dat of buiten ergens? Ik wil sowieso iedereen van Tof die dit gaat zien, wil ik de groeten doen. Groetjes jongens. Hey. En voor iedereen die ik nog niet ken en die het ook gaat zien van leuk dat ik jullie leer kennen. Hoi. Wil je nog verder iets vertellen of vragen of Dexit iets? Ja. Over het virus of over ik heb gevraagd of dat soort dingen? Ja, ik vind het belangrijk dat het virus is heel lastig en er zijn hele, het zijn hele vervelende dingen die nu gebeuren. Maar, blijf alsjeblieft, blijf goed over dingen nadenken. Ik bedoel, je moet vertrouwen op jezelf. En ik vind dat je niet in paniek moet raken. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die zijn vorige week in paniek geraakt. En die hebben de winkels leeg geroofd. Die kochten allemaal heel veel wc-papier en gewoon... En weet je hoe je zoiets noemt, mensen? Hamsteren! Plunderen. En dat hoeft niet, want er is genoeg eten. En er is nog geen groot probleem, denk ik. Nee, en mijn vraag is eigenlijk of mensen alsjeblieft niet in paniek willen raken. Want dan raakt iedereen in paniek en dan is dat gewoon vervelend. Ben je ergens bang voor? Ja, en dat klinkt heel bij de hand, maar ik voel me heel erg bang. Als ik zie dat er heel veel mensen in paniek raken en iedereen door elkaar gaat rennen en schreeuwen en dat soort dingen. En ja, dat vind ik wel eng. Oké. Ja. Nou, dat was dit interview met Michiel. Michiel, jee! Hey, Lizzie, bedankt dat ik mee mocht doen. Graag gedaan. En we zijn ook goede vrienden van elkaar. Echt wel. En naast. Ja, wacht. Zo. Ja, dan moet je doen. Maar jongen, niet elkaar aanraken. Nee, en nu hebben jullie het al gezien, dus ja. Oepsie. Nou ja, kan gebeuren. Doei. Later. Interview leuk, interessant, iets van geleerd. En vonden jullie deze video nou ook eens leuk? Kijk dan op het blauwe duimpjes, om te liken, te reageren, te abonneren, wat je allemaal kan doen hieronder. En later allemaal in mijn volgende video. Later!